alleen maar die club. Al 35 tot 40 jaar niet meer gezien heb, de meeste, een aantal heb ik dus wel gezien. En uit die paar die ik gezien heb, die hebben toen deze avond geopperd om, om een reunie te organiseren. En ik heb de opdracht gekregen om deze avond te openen. Maar ze hebben ook gelijk een restrictie aan verbonden van, joh, het mag niet te lang. Nou, dat ga ik zeker niet doen. Maar degene die het georganiseerd hebben, dat zijn Gerard Dorpaal, Arjen Heikoop en Kees Bos. En persoonlijk wil ik die zelf even bedanken voor deze avond met een applaus. En ik hoop dat jullie allemaal even mee. Ik vind het ook super leuk dat we zijn er geloof ik een stuk of 70 uitgenodigd en zijn er inmiddels toch een 52 bij elkaar. Er zijn er natuurlijk ook een aantal niet aanwezig en dat gebeurt natuurlijk ook als je een bepaalde leeftijd gaat krijgen. En Tommy Behutu is er niet bij, Rob de Kwaadsteniet is er niet bij, Jan-Pieter Kastelein is ook overleden en Bert Spierenburg. Die vier die hadden we eigenlijk ook uitgenodigd, maar ja, die zijn inmiddels niet meer onder ons. En wij hebben gelukkig wel het geluk dat we hier wel kunnen staan. Dus ik ben super blij dat, dat deze groep hier aanwezig is. Een speciaal welkom wil ik wel richten tot Johan Mooi. Ik vind het super leuk dat Johan hier is. Ik weet wel, ik heb nooit hoeven solliciteren bij Sportlust. En, want via Adrie Blankenstein werd er gezocht bij... Superleuk dat je er bent. En daarnaast ook nog Jos Timmer. Jos Timmer, die heb ik toen de tijd, ik toen nog trainer was bij Sporters, heb ik gevraagd... Jongens, zul jij wat kunnen betekenen als fysiotherapeut bij ons? En heeft hij toen ja tegen gezegd. We moesten behoorlijk lang praten voor hem, want hij was er niet zo makkelijk in. Maar toch is heeft hij ons geholpen en hij wil eigenlijk nog even wat zeggen op deze man. Dus ook een beetje. En hij heeft ook beloofd dat hij niet zo lang zou maken. Nee, zeker niet. Ja, ik heb het over de jaren 80. 83. En toen was Ruud trainer. En Jan Versluis voorzitter. We gingen wat masseren en Ruud werd goed gemasseerd. Daarnaast hadden we nog wat blessures in het team. Arjan had last van de knie. Jos de Groot van de Groot. En dat waren hele belangrijke jongens, want die moesten de score groot maken. En verder Erik de Rogé is de Zijn we er klaar voor?
Oké, Jan, vraag 1. Je hebt 20 seconden bedenktijd. Vraag 1. Oké, je kan op je beeldscherm ook de vraag aflezen. Op het beeldscherm op je televisie. Op je telefoon. Vraag 1. In welk jaar zijn we verhuisd van de Jozef Wisselelaan naar de Waardse Baan? 20 seconden bedenktijd. Is het A? 79, 80, enzovoort, enzovoort. Druk even de juiste code in, we krijgen gelijk ook een tussenstand hè, die er bovenaan staat. Wat is het goede antwoord? Ga voor die kip. Ja, dat is die. Dat is het goede antwoord. Het is dus A. Het goede antwoord. Wie staat er bovenaan? Dat weten we nog niet. Volgende vraag. Komt-ie. Onze verzorger Nico Wijman, met sigaar en lange onderbroek. Wij moesten vaak zaken knippen. Zijn baard, onze hoofdhaar, ons schaamhaar of onze nagels. Wat moesten we vaak knippen van onze verzorger, de heer Wijman? Baard, hoofdhaar, nagels, schaamhaar. Het goede is natuurlijk onze nagels. Dit was de quiz. Wat, wie is de nummer 1, 2 en 3 van onze quiz? Wie er wordt? Chip. Nummer 3 is geworden Jos de Groot. Hey! Eerst geef ik een prijs. Jos de Groot. Jos! Nummer 2 is geworden. Kaas! Jos! Nummer 2 Jan is? Jan V. Jan V. Mag ik Jan V naar voren? Applausje voor Jan V. Ja, ja. En de eerste is geworden de tweede. Mag ik de tweede naar voren komen en een applausje voor de tweede? Ja, Leo. Ja, ja. Applaus, Leo. Kers! 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 Is er een andere kers?